Oké, hoe ben je begonnen met het straatvoetbal? Hoe ben ik begonnen met straatvoetbal? Ja, ik heb 4 oudere broers en die voetbalden altijd op het openplein. En zo ben ik eigenlijk erin gerold. Ik ben elke dag gaan voetballen. Voetballen. En op een gegeven moment had ik het idee van nee, ik kan best wel voetballen. En ik merkte het ook om de jongens om me heen. En zo is het eigenlijk gaan rollen. En op een gegeven moment begon ik steeds meer toernooitjes te voetballen. En ik won. En dan op een gegeven moment krijg je de naam van die straatvoetballer. En voordat je het weet. Bij welke toernooi gaat het dan? De eerste grote toernooi die ik heb gespeeld waren in Almere was dat. Het was een grote toernooi. Je had de Boom Tournament. En je had ook een jeugdtoernooi. En dat was toen de tijd iets van €500 kon je winnen. Dus dat was echt groot prijzengeld voor als je zo'n jongen. En die had ik gewonnen. En er waren toch best wel veel mensen die kwamen kijken. En welk toernooi ik ook nog meer had gewonnen toen ik nog jong was, was de Nike toernooi, het Gaddafi's Cup. Dat was natuurlijk een van de grootste. Ja. En die heb ik gewonnen als jeugdspeler en als volwassene, zeg maar.